Men heeft twee rechternieren georven, maar besluit ze op weg naar het strand om de curatelen van de voedselbank te plaatsen, zodat het lijkt alsof men ze wil laten opeten. Maar men wil ze liever uitdelen onder zoutlustigen die uit een ander vaatje willen tappen. En als de cadeautjes vergeven zijn, denkt men aan zichzelf via de anderen een sterk staaltje denkwerk en telt tot drie alvorens weg te wezen. Omdat elke maaltijd met extra groene boontjes ontploft als een ei in een kip, mag men vandaag geen donderworst bakken. Het zou zomaar kunnen smaken. En smakelijk eten, dat doe je voor dank. Totdat je teentjes breken, net als saffierpoeder of de Donnerdonkse dijk. Het zaad wordt van generatie tot generatie doorgegeven en men bakt er een lekker eitje mee. En als het dan geformeerd is en men plukt één vrucht uit de schol, dan zegt men: de toekomst uit het verleden is de maat die de mens toekomt. En sluit half dromend de rollijken der machtige kijkers. Vaderinstinct is een basic instinct en een ladykiller. In de Norbar, waar geweld heerst boven gezelligheid, is de komen en gaan van dronken broers. Maar één ding is zeker, als de zon ondergaat, is sluitingstijd. En dan fluistert men er naar de zon: nog even stralen, want wij zijn nog meer zat. Want het gevangen gaat niet open, het is de bar, Gods eigen hel. Er zijn er die gek worden in hun hoofd, maar soms ook in hun schouderham, hun beenham, hun inham, enzovoorts. En sommigen in hun gelaarde broek. En daar past altijd wel een scheermes. Laat u uw jacket in uw favoriete fietstas zitten. Stop dan een piranha in de binnenzak. En de zakkenroller herkent men aan de pleisters.